Bij de viering van het 65-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, vandaag is de webapplicatie Bevolking Administratie, BAS, gelanceerd. Dit systeem verbindt het hoofdbureau van CBB met alle bureaus voor burgerzaken onderling met elkaar via intranet. Minister Bronte Somohardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat het BAS-systeem voor verdere verbetering van de dienstverlening zal zorgen. Met dit systeem zal de data-uitwisseling sneller en efficiënter plaatsvinden. Zo zullen bijvoorbeeld verhuizingen binnen een kortere tijd verwerkt worden. De documenten geproduceerd uit dit systeem zullen een andere indeling hebben. Ook zullen de documenten voorzien zijn van een print-ID waarmee de geldigheid van het document nagetrokken kan worden, vertelt de bewindsman. Het CBB geeft middel dit nieuw systeem invulling aan een lang gekoesterde wens voor snellere, efficiënte, transparante dienstverlening die ook nog zuinig zal zijn in het uitvoering door gebruik van minder inkt. De directeur krabbelde op mijn blaadje en een bijzondere woord van dank naar eGov en naar de leiding van Telesuur die ons heeft geholpen om dit allemaal te werkstelligen. Dames en heren, het CBB is vandaag 65 jaar oud, maar er is nog veel meer werk aan de winkel. Let wel, alle verantwoordingen zullen niet binnen een dag kunnen plaatsvinden. We praten immers over een transformatieproces met een gefaseerde aanpak waarbij alle actoren moeten deelnemen om het succes te garanderen. De directeur van CBB, Anastasia Kanapé-Pokkie, zegt dat de jaardag van het bureau een nationaal karakter heeft, omdat iedereen die in Suriname is geboren, onlosmakelijk verbonden is aan deze organisatie. Daarnaast sprak de CBB-directeur ook haar erkentelijkheid uit voor de bijdrage die de Nationale Assemblée levert om de dienstverlening van het bureau verder te verbeteren. Ieder van u heeft wel ooit zaken moeten doen met CBB. En soms verplicht zaken moeten doen met CBB, omdat het gewoon niet anders kan. Dat is ook één van de vele bewijzen dat deze organisatie een zeer belangrijke en bijzondere overheidsinstelling is. En alleen omdat het zo belangrijk is, is het dan ook heel belangrijk dat deze organisatie de juiste aandacht krijgt om adequaat de samenleving van dienst te kunnen zijn. Volgens DNA-voorzitter Marinus B. zijn de ontwikkelingen die CBB sinds 2020 doormaakt alleen mogelijk door samen te werken. Laat een voorbeeld zijn van hoe je een organisatie kan transformeren. Ja? En jullie zijn op de goede weg. Ik geloof erin dat niet eens 2-3 jaren deze organisatie heel hoog zal worden aangeschreven. Ik kijk naar jullie website. Ik word er jaloers van. Ik ken geen betere van de overheid op dit moment. Dus ook voor die mensen die daaraan werken. Ja, het gaat goed. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken bestaat al 65 jaar. Echter bestaat het bevolkingsregister en het registreren van personen al 100 jaar. Het CBB werkt ernaar om steeds haar dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Met de viering van het 65-jarig bestaan van het bureau werd er ook een cookout georganiseerd.